Steelhuisberg is gelegen in de Achterhoek, binnen de middeleeuwse stadswal van Zeerenberg. Het is een van de belangrijkste in oorsprong middeleeuwse kastelen van Nederland. Huisberg werd naar alle waarschijnlijkheid in de loop van de 13e eeuw gesticht en is het stamslot van de heren en later graven van den Berg. De stad Zeerenberg is aan de voet van het kasteel ontstaan en zo vormen Huisberg en Zeerenberg een uit de middeleeuwen stammende levensgemeenschap die nog steeds voelbaar aanwezig is. De verzameling van Huisberg bevat kunstvoorwerpen uit de late middeleeuwen en de 16e eeuw, zoals schilderijen van Vlaamse, Duitse en Italiaanse meesters, meubelen, beeldhouw- en snijwerken, boekbanden, verluchte handschriften, wiegendrukken en ivoorsnijwerken. Maar toont ook de muntverzameling uit de muntslagerij van de heren Berg. Onder leiding van Jan Herman van Heek werd in een periode van 17 jaren het in 1912 gekochte en in vervallen toestand verkeerde kasteel Berg in Oude Luister hersteld. Nog geen 10 jaar na de voltooiing, in de nacht van 14 op 15 maart 1939, brandde het kasteel bijna tot de grond toe af. Van Heek heeft het vervolgens opnieuw laten opbouwen volgens zijn eigen visie. Hoe een middeleeuws kasteel eruit zou moeten zien. Hij bracht er zijn verzameling van middeleeuwse kunst onder, waaronder vele vroeg Italiaanse werken. Dit is de grootste particuliere verzameling vroeg Italiaanse kunst in Nederland. Wij fietsen richting kasteel de Slangenburg en zien links van ons de toegangsweg naar de Sint-Willibrord-abdij die sedert 1945 onlosmakelijk verbonden is aan het kasteel. Die geschiedenis kunt u lezen op de website van de Sint-Willibrord-abdij. Het is het woonoord van de Benedictijner monniken en was tot in de jaren 90 een grote stierenmesterij en voorzag hen tot in die jaren van inkomsten. Nu is het een stiltecentrum Bethlehem genaamd. Kasteel Slangenburg en het landgoed Slangenburg dateren uit de late middeleeuwen. Het park rondom het kasteel behoort tot de best bewaarde voorbeelden van de Nederlandse tuinaanleg uit de 17e eeuw. Het werd in 1679 geheel in de toen toonaangevende formele parkstijl aangelegd door generaal Frederik Johan van Baar. De kenmerken van deze stijl, strakke rechte lijnen met een geometrisch patroon, zijn goed bewaard gebleven. Zo is er een ruim 1 kilometer lange oprijlaan met aan weerszijden in elkaars spiegelbeeld twee vierkante vijvers. De kaarsrechte oprijlaan staat bijna loodrecht op een enorm lanenstelsel in de vorm van een dubbel trapezium, die beplant zijn met statige beuken en eiken. Kasteel Slangenburg is het gastenhuis van de Benedictijner Abdij Sint-Willibrord, die op 20 minuten loopafstand ligt. Het kasteel staat echter gastvrij open voor mensen van alle gezindten. De rust van huis en omgeving bieden alle gelegenheid om ongestoord te lezen, te studeren of schrijfwerk te verrichten. Park en tuin rond het kasteel bieden zitjes om buiten te verpozen en om uiteraard te recreëren.